ooit met z'n allen hebben bedacht dat de stad en de maatschappij is een soort machine die goed moet functioneren. En het mobiliteitssysteem is dan een soort pijpleidingenstelsel om mensen zo snel mogelijk van A naar B te brengen. Want dat is waar ze nuttig zijn voor die machine. Maar toen we dat bedacht hebben, ongeveer 100 jaar geleden, toen stonden we er nog niet bij stil dat dat systeem zich continu versterkt en dat dat steeds groter en groter en groter moet worden. Maar dat gaat altijd ten koste van iets anders. Ik ben hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Dus ik kijk eigenlijk op een heel sociaal-wetenschappelijke manier naar mobiliteitsinterventies en mobiliteitsinnovatie. Dus we zien eigenlijk heel goed dat de logica van het mobiliteitsdenken, die eigenlijk heel goed past bij het snelwegensysteem, hier onze openbare ruimte in de bebouwde kom eigenlijk binnenkomt rollen. En het is eigenlijk een soort van tot aan onze voordeur dezelfde logica om mensen makkelijk van A naar B te laten brengen. Die stolt hier letterlijk in de ruimte tussen onze gebouwen. Dus van plint tot plint hebben we onze hele ruimte nu weggegeven aan dat gemak en het comfort van al die individuen om van A naar B te gaan. We gaan ervan uit dat iedere gezinswoning ongeveer 2 privéauto's bezit. Dan ga je richting de 25 tot 30 vierkante meter per woning in de openbare ruimte die gratis beschikbaar wordt gesteld om je privéauto te parkeren. En dan heb je een beetje een gevoel voor hoeveel tientallen of honderden vierkante meters we eigenlijk aan openbare ruimte nodig hebben om dat systeem te laten functioneren. En dat is een van de verborgen kosten van het mobiliteitssysteem, want dat betalen we met z'n allen. Een van de dingen die gebeurd is, is dat er een radicale monopolie is ontstaan rondom die auto en het verkeerskundig denken. En dat de enige manier om dat weer een beetje los te maken, om met elkaar weer anders over te kunnen gaan nadenken, is toch dat je die auto een wat minder dominante plek zou willen geven. Als je een school aanlegt, dan zeggen de verkeerskundigen, dan moet je er eigenlijk een Kiss a Ride bij aanleggen. Dat is een plek waar ouders hun kinderen kunnen afzetten met de auto. En die Kiss a Ride hebben we eigenlijk vanaf het begin afgesloten voor autoverkeer en geopend voor de kinderen. En zo hebben we plek kunnen geven aan kersenbomen, aan fruitbomen, aan veel meer groen voor de kinderen, veel meer schaduw. Maar ook ruimte voor de buurt. Hè. Er zijn ook ontmoetingsplekken, picknicktafels. Dus eigenlijk zie je dat je met zo'n Kiss a Ride, die je eigenlijk voor lief neemt, op het moment dat je die bevraagt, dat je heel veel ruimte terugkrijgt. Voor mij is de ideale wereld dat we met z'n allen leren afvragen wat we met onze openbare ruimte willen doen. Dus een wereld waar iedere straat, alle bewoners in hun straat, zich weer beseffen dat die straat voor hun huis van hun is. En dan kunnen we nog steeds tot de conclusie komen dat een heleboel buren het belangrijk vinden om daar vooral hun privéauto in neer te zetten. Dat kan, maar dan heb je dan in ieder geval het gesprek over gevoerd. Dan is het niet iets wat we voor lief nemen, maar dat is iets waar we dan heel bewust voor kiezen. En ik denk dat op het moment dat we dat gesprek echt voeren, dat voor heel veel mensen die keuze echt anders zal uitpakken dan dat we nu denken. Maar die vraag stellen we nooit. En die vraag moeten we denk ik met z'n allen weer aan elkaar leren stellen.